Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 juni 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik ben erg laat en dan moet ik dus foutloos inspreken, want het moet in één keer goed zijn. En niet alleen dat, ik moet ook niet gejaagd klinken, want dat doe ik in zo'n geval nog wel eens. Dus bewaar de rust, easy, zen. Vandaag weer morsen in de uitzending. Dit keer met wat meer verschillende snelheden en een SSTV-plaatje in PD50. De plaatje is dit keer ingestuurd door Hans Pedernal AC. Uit de eerste resultaten van toxicologisch onderzoek in opdracht van de Amerikaanse overheid blijkt dat straling van mobiele telefoons in veel hogere veldsterkte dan telefoons afgeven in werkelijkheid, dat die bij ratten in een onderzoekssituatie kan leiden tot bepaalde vormen van kanker in de hersenen en tumoren in het hart en in de nieren. Het onderzoeksresultaat is nog niet definitief. Pas volgend jaar wordt dit afgerond, maar toch is er nu al bekendheid aangegeven. Waar gaat het om? Op basis van de beperkte informatie die er nu beschikbaar is, is het volgende duidelijk. De Amerikaanse onderzoekers onderzochten de effecten van langdurige blootstelling van ratten aan zendsignalen van mobiele telefoons die sterker waren dan het niveau waaraan mensen normaal worden blootgesteld. Ze vonden dat deze sterke blootstelling mogelijk samenhangt met het vaker voorkomen van bepaalde hersentumoren, gliomen en tumoren in de zenuwen in het hart en de nieren van deze dieren. Het rapport van het National Toxicology Program is gepubliceerd op een website voor artikelen die nog niet in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd. Het rapport bevat wel een commentaar van 6 reviewers. In het onderzoek werden de ratten gedurende 9 uur per dag en 7 dagen per week blootgesteld aan zendsignalen van het type dat ook door mobiele telefoons wordt uitgezonden. De blootstelling begon voordat de ratten waren geboren en duurde 2 jaar of korter wanneer een rat eerder overleed. In het onderzoek werd het hele lichaam van ratten blootgesteld aan sterke mobiele telefoonsignalen, terwijl dat bij mensen normaal gesproken alleen plaatselijk gebeurt, bijvoorbeeld bij het hoofd of in borst of broekzak. De ratten werden blootgesteld aan elektromagnetische velden van 2 typen mobiele telefoons, GSM en UMTS, en elk in 3 verschillende veldsterkten. De laagste veldsterkte waarin het hele lichaam van de ratten werd blootgesteld, 1,5 watt per kilogram, is ongeveer even groot als de maximaal toelaatbare blootstelling voor elektromagnetische velden wanneer een mobiele telefoon aan het hoofd wordt gehouden. Die norm is 2 watt per kilogram. De 2 andere gebruikte veldsterkten waren hoger, respectievelijk 3 en 6 watt per kilogram. Alle ratten werden na 2 jaar gedood en onderzocht op aanwezigheid van tumoren. Ook de ratten die al eerder dood gingen werden onderzocht. De onderzoekers vonden bij de blootgestelde mannetjesratten meer hersentumoren, gliomen en tumoren in de zenuwen van het hart dan in de controlegroep. Bij de blootgestelde vrouwtjesratten was er geen toename aan tumoren. Er zijn een aantal kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen. Het rapport geeft bijvoorbeeld geen informatie over de hoogte van de blootstelling in de kop van de ratten en hoe die zich verhoudt tot de blootstelling van een mensenhoofd tijdens mobiel bellen. De onderzoekers zagen ook verschillen in lichaamsgewicht van de moederratten tijdens de zwangerschap en van de nakomelingen vlak na de geboorte. In de controlegroep gingen gemiddeld meer ratten binnen 2 jaar dood dan in de blootgestelde groepen. Ook zagen de onderzoekers in de controlegroep minder tumoren dan bij andere controlegroepen in eerdere onderzoeken. De vraag is wat al deze verschillen betekenen voor de conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken. Nog afgezien van de moeilijkheid bij het vertalen van de resultaten van proefdieronderzoek naar wat dat voor de mens betekent. In sommige eerdere onderzoeken bij mensen naar het voorkomen van tumoren van steuncellen in de hersenen, de gliomen, zijn deze tumoren vaker gevonden bij mensen die in het verleden langdurig mobiel hebben gebeld. Deze en andere onderzoeken waren voor het IARC in 2011 aanleiding om blootstelling aan radiofrequente velden te klassificeren als mogelijk kankerverwekkend voor mensen. De onderzoekers van het National Toxicology Program geven aan dat hun bevindingen bij ratten deze klassificatie uit 2011 ondersteunen. Meer informatie, ook over de bron van deze informatie, is te vinden op de site kennisplatform.nl. Komend weekend op 11 en 12 juni vindt de internationale ATV-contest plaats van de BATC uit de UK. Bijzonder is dat er 2 nieuwe categorieën toegevoegd zijn voor smalband ATV op respectievelijk 146 MHz en op 71 MHz. De hoogste machtigingsklasse in de UK mag op tijdelijke basis experimenten doen in de 1 MHz frequentiegebied boven zowel de 2 meter als boven de 4 meter band. En dat wordt veelvuldig voor smalband ATV gebruikt. Houd er dus rekening mee, de ATV'ers proberen bij contesten vaak via FM-repeaters een eerste contact te leggen. Als de condities eventueel zo blijven als in de afgelopen dagen, dan belooft dat nog wat. Ja, het bericht over de contest en de 2 nieuwe banden bracht mijzelf weer op een oud idee dat ik wel eens eerder geopperd heb.
Tot in de tweede helft van de jaren 80 ben ik zelf nogal actief geweest op ATV. Dat was nog in AM op 70 centimeter. In de jaren daarna was ik niet in de gelegenheid om goede antennes voor zoiets op te zetten. Momenteel zit ik tussen een paar grote betonnen blokken die me zelfs voor een paar sterke repeaters enigszins in de weg zitten. Om die reden heb ik ook geen 23 centimeter apparatuur. Wel heb ik erg goede tijdelijke opstellingen voor 70 en voor 50 MHz die ook boven die betonnen gebouwen uitsteken. Op 70 MHz is dit nat in Nederland voor ATV niet haalbaar, maar in de 50 MHz band ligt dat anders. Daar is een stuk van 500 kHz in het bandplan dat verder nergens voor is toegewezen. Dat is een bandbreedte die je op 146 en op 71 MHz ook geregeld ziet. Wel zitten buiten het bandplan om, in het stuk van 500 kHz waar ik het over heb, de Engelse repeaters, de FM-repeaters die er al eerder zaten dan dat er een bandplan voor 50 MHz bestond. Tussen de repeaters in, tussen de in- en uitgangen, is echter wel een stuk van 300 kHz, waar ook een aantal Engelse amateurs, ATV-amateurs in Engeland moet ik zeggen, hun oog al op heeft laten vallen. Ik ga in de komende tijd daar nog eens wat verder over filosoferen. Ik weet niet of ik ertoe kom om heel snel al in de praktijk wat te maken. Maar het klinkt aantrekkelijk. Er is diverse software hiervoor die met wat haken en ogen wel degelijk bruikbaar lijkt. Ik ben geen WizKid met SDR, dus ik moet het daarvan bestaande middelen hebben. Een eindtrap is voor die band heel gemakkelijk in de dump te scoren. Dus een station hoeft ook niet absoluut heel veel geld te kosten. Bereik op die band is natuurlijk fenomenaal met de tv-signalen. Het lijkt er misschien wel een klein beetje op alsof de tijd van de VHF-TV DX hiermee zou kunnen herleven. 50 MHz zit dichtbij het oude kanaal 2 voor VHF-TV. En nu wordt het echt laat voor mijn uitzending. Een 13 jaar oude verzamelaar van antieke radio's ontdekte bij een onderzoek aan het El Capone Museum een zogenaamd anachronisme. Een fout in de tijdlijn, zeg maar. Joey Warshall van 13 is dus een verzamelaar van antieke radio's en platenspelers. En in de cel waar Capone had verbleven, herkende Joey in de radio waar Capone in de gevangenis naar geluisterd zou hebben, een Philco A361. Die is pas 10 jaar na Capones opsluiten, dus in 1942 pas op de markt gekomen. Warshall mailde de adjunct-directeur van het museum om hem op de fout attent te maken en ook bood hij direct aan om te helpen een exemplaar te vinden dat beter in de betreffende periode past. Vanavond vanaf 20:30 is de D-Star-ronde weer, die zit op XRF088B, zowel via D-Star als via DMR. Er zijn al meer reflectors waar het op zit, via XLX. Daarnaast kun je de ronde meeluisteren en terugluisteren via de website van Frans, Papadelta 4 Fox Mike Juliet. De website is papadelta4foxmikejuliet.nl. Om te luisteren moet je bovenaan op een tapje klikken. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.